gaan. Oh, rennen, Sam, rennen, rennen, rennen. Oh, rennen. Oh, oh nee, Tikkie, jij bent hem. Kom hier, Sam, kom hier, Sam. Oké, okay, jij bent hem, Sam, jij bent hem. Tik Zoe, tik Zoe, tik Zoe. Nee, nee. Rennen, Sam, deze kant op, deze kant op. Kom, we gaan het bos in, we gaan het bos in. Oké, wie is de tikker, wie is de tikker? Rennen, Sam, kom, deze kant op, het bos in. Oké, we moeten Zoe afschudden, oké, we moeten Zoe afschudden. Pas op hoor, pas op hoor. Hé, deze kant op, Sam, deze kant op. We zijn haar denk ik kwijt van de vier. Oké, kom hier achter staan, kom hier achter staan. We zijn haar kwijt. We zijn haar letterlijk kwijtgeraakt. Oké, volg mij, we gaan deze kant verder het bos in. Oh, tikkertjes, zo'n leuk spel met Zoe. Want Zoe raakt ons altijd kwijt wanneer we tikkertje aan het doen zijn. Ja, klopt. Wat staat er achter jou? Wat bedoel je, Sam? Wat staat er achter mij? Kijk maar. Wow, wat is dit nou weer hier zo? Staat op machine? Pas op, als je in deze machine stapt, waarom zouden we moeten oppassen? Vanwege het opstappen hier zo? Ik heb geen idee. Oké, laten we kijken wat dit voor machine is. Het ziet er heel erg raar uit. Kijk, Sam, je blauwe kleur daar. En mijn gele kleur staat hier. Wacht eens even, open deze kist. Wat zal er nou weer in de kist zitten? Er staat een boekje genaamd handleiding. Oké, laten we dat maar eens even bekijken. Handleiding, dit is de handleiding voor de machine. De machine zorgt ervoor dat je van lichaam verandert met een ander persoon. Ga naar de volgende bladzijde van het boekje voor uitleg. Wacht eens even. Van lichaam veranderen met een ander persoon? Waar hebben ze het nou weer over? Dat kan helemaal niet. Oké, laten we verder lezen. Stap 1. Ga op de gele of blauwe stip staan. Stap 2. Haal allebei de hendel over. En stap 3. Loop uit de machine. Maar niks hiervan werkt. Sam, heb je dat boekje net gelezen? Ja, die heb ik gelezen. Ik vind het een beetje ook het werkt toch helemaal niet? Hoe kan ik nou weer in jouw lichaam komen en jij in mijn lichaam? Dat is toch super raar? Ja. Nou ja, we moesten dus iets van de hendel hier overhalen. Ik bedoel, dit werkt toch niet, zo'n stomme machine. Deze hendel zou het moeten zijn. Hé, hey, sorry, wat ben je aan het doen? Ik ga hier. Nee, niet op het trappen, niet op het trappen! Wat is er gebeurd? Ik heb hoofdpijn. Hoi, Zoe. Dan? Ja, wat is er? Dennis? Ja? Wat is er, Zoe? Oké, gaat het goed? Ja, hoezo? Ik voel me niet raar of iets. Hoezo heb jij koekjes? Omdat ik Sam ben. Hoezo? Waarom sta je dan aan de gele kant waar Dennis net nog stond? Huh? Waarom sta ik? Eeuw, ik hoor hier. Dennis, ga eens aan de kant. Dit is mijn kant. Blauw is echt perfect. Wat is er, Zoe? Ben je in de war? Volgens mij zijn jullie in de war. Nee hoor. Hoi, Dennis. Hoi, Sam. Sam, volgens mij zit jij in Dennis' lichaam. En Dennis, volgens mij zit jij in Sam zijn lichaam. Waarom kijk je telkens mij aan als je Dennis zegt? Je ziet toch dat ik Sam ben? Nee, jij klinkt echt precies zoals Dennis. En jij klinkt als Sam. Maar Dennis staat hier voor je. Hier zo. Ik ben gewoon Dennis. En maar ik ben Sam. Ik al zei, volgens mij zijn jullie van lichaam verwisseld. Wat is dit voor boekje? Lees dit boekje eens. Ik heb geen idee wat dat is. Nee. Even kijken. De machine zorgt ervoor dat je van lichaam verandert met een ander persoon. Wacht eens even. Wil je nou zeggen dat de machine aan is geweest en dat we van lichaam zijn veranderd? Ja, want ik klik op deze knop. Nee, maar dat klopt niet, want ik ben Sam en ik hou mega veel van koekjes. Nee. Jawel. Weet je wat? Ja, we kunnen de achterkomen snel maar wat vragen. Oké. Sam, wat is jouw lievelingskleur? Mijn lievelingskleur is lapis lazuli en dat is donkerblauw. En Dennis, wat is jouw lievelingskleur? Geel natuurlijk. Zie je? Ik zei het toch, ik ben Sam. Doe niet zo gek. Oké, wat is jouw favoriete eten? Mijn favoriete eten? Koekjes! Ik hou van koekjes. Hier heb je wat koekjes, Zoe. Oké. En Dennis, wat is jouw favoriete eten? Appeltjes. Ik hou natuurlijk superveel van appeltjes. Oké. Volgens mij klopt dat niet helemaal als jij Sam bent en jij Dennis, maar oké. Hallo, ik ben Sam en dat is Dennis. Hoezo zeg je het de hele tijd verkeerd? Omdat in het boekje staat dat de machine ervoor zorgt dat jullie lichamen omwisselen. Omwisselen? Sorry, ik heb geen idee waar je het over hebt. Eens even kijken. Oké, laat me maar eens even in dat boekje kijken dan maar. Bla bla bla, handleiding, machine. De machine zorgt ervoor dat je van lichaam verandert met een ander hier, persoon. Ja, daar zo. Ik heb geen idee, Zoe. Je doet een beetje raar. Wat is dit hier? Pas op als je raar. Deze machine... Waar? Oh, er staat hier een kist. Raar. Eens even kijken. Reset. Wat is dat nou weer? Reset. Let op. Als je in het lichaam zit van de ander, moet jij 24 uur spenderen in zijn lichaam voordat je weer de oude kan worden. Drink na 24 uur deze potions en stap erna in de machine. Reset de hendels. Ik weet niet wat het is. Ik zie daar ook geen potions. Misschien dat het na 24 uur terugkomt, maar zoals ik al zei, ik ben Sam en dat is Dennis. We gaan gewoon weer naar het dorpje, oké? Oké. Zoe, ik moet even iets pakken uit mijn huis, oké? Oké, is goed. Oké, moet jij ook iets pakken? Ja, ik ga ook wel naar mijn huis. Oké, tot zo dan.
serieus zometeen hier weer. Oké, laten we naar mijn huisje gaan natuurlijk. Want ik woon hier in een donkerblauwe huisje. En waarom noemt ze me de hele tijd Dennis? Waar heeft ze het over? Ik ben Sam. En ik hou van koekjes natuurlijk. En mijn favoriete kleur is donkerblauw. Zoe doet echt mega raar vandaag. Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Maar laten we eens even gaan kijken. Oh, mijn fijne huisje. Het voelt altijd zo goed om hier weer thuis te komen natuurlijk. Met mijn blauwe bed. Met mijn kist hier. Mijn blauwe tapijt hier. Oh, heerlijk. En natuurlijk al mijn diamonds. En dit is precies wat ik nodig had. En ik heb natuurlijk veel meer koekjes nodig. Want zonder koekjes kan ik niet op pad. En ik heb hier mijn favoriete donkerblauwe armor in zitten. Laten we weer teruggaan. Heb ik nog post trouwens vandaag? En nee, alleen maar meer koekjes die ik natuurlijk heb besteld. Zoe, ik ben er weer. Zullen we vandaag Mineblock gaan spelen? Hoe bedoel je? Jij bent Dennis. Jij moet daar naartoe, naar dat huisje. Zoe, ik ben Sam. Is dit niet genoeg bewijs? Kijk al deze diamonds. En je weet dat ik van diamonds hou. En ook van lapis lazuli. Ja, oké, dat klopt. Zoe, mag ik wel mijn diamonds terug alsjeblieft? Oh ja, hier zo. Dank je. En waar is Dennis? Waar? Zullen we vragen aan Dennis of hij ook Mineblock wil spelen? Ja, is goed. Kom mee. Klop, Dennis, hallo, ben je thuis? Ja, hallo. Hoi Dennis, heb je zin om Mineblock met Zoe en ik te gaan spelen? Is helemaal goed, maar jullie weten dat ik er niet goed in ben. Ja, dat maakt niet uit. Dat is waar, maakt niet uit. Kom maar, we gaan Mineblocken. Oké, kom mee. Oh, ik heb er zoveel zin in. Oké, laat ik de controle pakken natuurlijk. Ik ga hier zitten. Eens even kijken. Start het, spel op. Ja, is goed. Oké, ik ga dit keer eerst doen. Hij is op, start, hij is op. Oké, dan gaan we. Gekregen. Alleen kijk wie op de laatste plek staat. Jij natuurlijk weer. Dennis is namelijk altijd laatste. Oh, ik ben hier zo goed in. Ik heb geen zin meer. Heb je wat eten trouwens, Zoe? Ik heb wel trek in een koekje. Eens even kijken. Heb je helemaal geen koekjes in huis? Nee. Maar ik heb niet. Hieronder zo. Hoppa, alsjeblieft. Zo geef je die aan Dennis. Dennis, mag ik een koekje hebben alsjeblieft? Oh, lekker. Ik hou van koekjes. Zullen we anders gaan minen? Ik heb zin om lapis lazuli te hakken. Nou, ik heb niet zoveel zin om te gaan minen. We kunnen wel gaan volleyballen. Oh, oké, laten we dat dan maar gaan doen. Zullen wij dan in een team tegen Dennis? Ja, is goed. Oké, perfect. Laten we naar het volleybalveld gaan. Wat worden de teams? Wij tegen Dennis. Oké, is goed. Altijd, hè? Dan gaan wij aan deze kant. Ja, het is altijd wij tegen jou, Dennis. Wij winnen ook altijd. Zoe, begin jij met opslaan? Ja, is goed. Komt-ie. Daar gaan we. Hoppa. Oké, die is een beetje buiten het veld, Zoe. Oké, jouw beurt, Dennis. Jij bent. Oké. Ja, ik ga hem vangen. Komt-ie. Kom op. En hoppa. Ik heb hem. Het is op zijn eigen helft. Dat is goed. Dennis is zo onhandig. Oké, ik ga. Daar komt-ie. Zoe, let op. Yeah. Oké, perfect. Die hebben we. Op mijn neus. Gaat het goed? Oh, de pijn. Wat ruik je lekker, Zoe. Dankjewel. Je ziet er ook heel erg goed uit vandaag. Ja, hè? Wil je binnenkort wat gaan eten samen? Alleen als Dennis ook meegaat. Dat is het zielig. Maar wil je niet op een date of iets? Dennis, doe niet zo raar. Dennis, ik ben Sam. Hallo? Dat is Dennis. Dennis staat daar. Ik ben Sam. Nee, jij bent Dennis. En dat is Sam. Waar heb je het over? Dennis? Zoe, je bent echt in de war. Dennis, snap jij waar Zoe het de hele tijd over heeft? Nee, ik heb echt geen idee waar ze het over heeft. Sam, je vindt Zoe wel echt leuk, hè? Ja, dat klopt. Zoe is echt mega leuk. Hoi, Zoe. Laten we nog maar één potje gaan doen. Het gaat alweer met mijn neus. Is goed. Okay, Zoe, jouw beurt. Je kan niet. Oké, daar komt hij. 1, 2. Wow! Je bent echt mega goed, Zoe. Ja, hè? Ja, alleen ik begin wel een beetje moe te worden. Ik denk dat ik even naar mijn bedje ga. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Na al die koekjes ben ik echt mega vol. En ja, dan word ik altijd een beetje slaperig. Oké, laat ik dit terugstoppen. En dan ga ik naar mijn huisje. Ik zie jullie vanavond wel weer. Doei. Zoe is echt mega leuk. Maar het is tijd om even lekker te gaan slapen. Ik ben echt moe na zo'n lange dag. Oké, laten we ons huisje binnen gaan natuurlijk. Laat ik even al mijn diamonds hierin stoppen. Allemaal koekjes doe ik natuurlijk daarin. En het is
tijd voor een lekker bedje. Slaap lekker! Hallo, Sam, Sam! Sam! Voor de lotus open! Hallo, hallo, wat is er, Zoe en Dennis? Wat komen jullie doen? Waarom kwam je gisteravond niet opdagen? Gisteravond? Oh, ja. Nee, dat meen je niet. Ik heb maar verslapen. Ik heb de hele nacht doorgeslapen. Ja. Het spijt me, Zoe. Het spijt me, Dennis. We kunnen nu wel buiten spelen anders. Ja, is goed. Ik heb een idee. Volgen jullie mij? Oké dan. Oké. Kom maar mee. Kom maar mee. Even mijn deurtje dicht. Oké, laten we gaan. Waar gaan we heen? Dat is een verrassing. Kom maar mee. Zoe, wat doen we weer bij deze machine? Dat is nog steeds een verrassing. Maar hebben jullie geen dorst? Ja, ik heb eigenlijk best wel superveel dorst naar zo'n lange route. Kook. Oh, hier, maar. Lekker. Wat is dit? Drink maar lekker. Reset lichaam. Geen idee wat het is. Dankjewel, Zoe. Ja, het is heel lekker. Oh, het smaakt heel erg raar. Gatsie. Raar? Nee. Vond jij het kom lekker, mee, Dennis? Kom mee. Nee, niet echt. Deze kant op. Oké, Zoe. Maar wat wil je dat we doen? Oké, jij moet naar deze blauwe plek toe. Hier zo. Oké. Ga maar staan. Ik hou van en blauw. En Dennis, jij moet daar naartoe. Ja, geel is natuurlijk mijn lievelingskleur. Dan moet jullie hier heel stil blijven staan. Dan draai ik een rondje en klik op deze knop. Oh, nee. Wat gebeurt er? Zoe, waar zijn we nou weer beland? Man? Gatsie, waarom heb ik allemaal koekjes vast? Hier, Sam. Je mijn koekjes. Ik weet niet waarom ik jouw koekjes heb. Heel raar is dit. Want jullie zijn weer normaal. Jij bent weer Sam. Normaal? Jij bent Dennis. Normaal. Ja, tuurlijk ben ik Dennis. Op wie lijk ik anders? Ik lijk toch niet op Sam? Dit is Sam. Nee, maar jullie waren van lichaam veranderd. Van lichaam veranderd? Waar heb je het nou weer over? Hoor je dit, Sam? Ja, ik hoor het. Ik heb geen idee waar ze het over heeft. Zoe, ben je met tikkertje tegen de boom aangelopen? Nee, jullie zijn echt van lichaam veranderd. Maar dat vertel ik wel een andere keer. Een andere keer? Het zal wel, Sam. Geef me nooit meer je koekjes. Ik hou helemaal niet van koekjes, oké? Jij moet ze niet gaan stelen van mij. Stelen? Ik heb helemaal niks gestolen. Jij had gewoon mijn koekjes. Jongens, stop. Geen ruzie maken. Ik vertel het later allemaal wel, oké? Oké, ik wil gewoon naar mijn warme bedje, oké? Mijn gele huisje met mijn gele bedje. Ik ga er vandoor. Ja. Doei! Als je meer af